Een hele goede morgen. Ik begon mijn dag met een podcast, Rookworst, kapot leuk. Ik heb weer een nieuwe geüpload. Ik kan echt uren naar luisteren naar die jongens. Het is dit jurkje. Ja, ik ga dus nu even ontbijten. Dan ga ik lekker bij het zwembad liggen. Even suppen. Ik neem jullie gezellig mee. Ik neem jullie even mee in het ontbijt. Dit is even een gedeelte salade, yoghurtjes, wat voor op je brood, paprika, wat groentjes. Hier heb je chitrans en daar. Dan heb je daar verderop heb je de croissantjes en dergelijke en wat zoetigheid. En daarachter heb je weer brood en croissantjes. Dit is mijn persoonlijke favoriet. Ik heb even dit meegenomen voor op, naast mijn omelet en een yoghurtje. En dan ook nog zometeen even een minuut wat honing. En dan is dat het. Dit is dus even alle zoetigheid. En dit zijn alle broodjes. Ik ga nu even de rest pakken en dan zie ik jullie zo. Ik ben even voor een tweede ronde gegaan. Een omeletje met wat kaas en cherry tomaatjes. Ik snap niet waarom, maar ik ben gewoon een beetje moe. Super bewolkt. Zoals jullie zien. Wel echt heel jammer. Lounge helemaal niet, of de lobby niet gefilmd. Dit is de lobby. Daar zit ik dus altijd ontbijten. Daar heb je het ontbijt en daar heb je een sky lounge. Of tenminste een lounge. Hier het lobby gedeelte en daarachter zit dan de check-in. Ik heb me even omgekleed in mijn zwemkleding. Ik ga nu richting het zwembad. Daar ga ik even chillen. Oh ja, ik moet niet vergeten mijn zwemhoesje. En ja, dan ga ik even lekker bij het zwembad chillen. En ik wil eigenlijk... Ik heb deze zonnebril gekocht, maar ik heb hem dus tot nu toe nog niet opgedaan. Maybe is het gewoon niet iets voor mij. I don't know why, maar ik pak hem niet zo 1, 2, 3. Ja, yeah, I don't know. Nou jongens, ik ga nu lekker suppen. Ik heb jullie meegenomen in een onderwaterhoesje. Ik heb het nu een jaar niet gedaan. Dus ik ben benieuwd of ik het nog ga kunnen. Het is wel heel erg bewolkt zoals je ziet. Al met al wel gewoon goed. Maar dus zoals je ziet super ontploft, want het is echt zo vochtig hier. En dit is dus zeg maar, daar heb je dat strand, of tenminste het zwembad. En hier heb je dus het strand. En hij is nu bezig met het klaarmaken. Zoals je ziet heb je ook kano's, ik weet niet wat dat is, en zo'n fiets, weet je wel. Dus ik ga ervoor. Oh mijn god, wat een kwal! Oh mijn god, zien jullie die kwal? Oh mijn god. Oké, nou jongens, ik zie die kwal niet meer. Dus ik denk dat ik het gewoon maar ga doen. Jongens, ik heb tegen mezelf gezegd, je moet staan. Ik ga staan. Zoals jullie net hebben gezien, heb ik lekker even gesupt. Het was echt heel lekker. Ik heb uiteindelijk toch gestaan, zoals je hebt gezien. Ik heb een beetje geprobeerd te vloggen met mijn, hoe heet het, met mijn telefoon. We gaan voor een club sandwich staan met een virgin mojito. Hallo schatjes, ik heb mezelf weer klaargemaakt. Mijn outfit die moet nog gestreken worden, dus ik heb even snel dit aangetrokken. Ik heb nu gekozen voor deze schoentjes. Ze komen van De Zaar. Tante heeft dus dit gemaakt. Dat is Melawi met Shahma. Dus ik ga het even proberen. Het ziet eruit als mijn mamar eigenlijk, maar dan net iets anders.
بحال هذا المخمر ماشي مسمن دي زعما مسمن معمر. لا لا دايره فيه شويه الخميره واحد النيس خميره ولكن هو داك الشكل ديالو دائره ماشي مربع. هذيك شي اختي سو زيد كيبغي يوت كليدينغ نهار شتو مريخ بروخت zodat ik eindelijk een keer even andere kleding aan kan trekken. Dus daar ben ik chill mee. Ik ga nu even omkleden. En dan gaan we lekker eten. Oh jongens, kijk hoe zielig. Haar oogjes helemaal eraan. Zien jullie dat? Oh, ze heeft echt een harde klap gekregen volgens mij. Zo zielig. Nou jongens, ik zit weer. Hetzelfde restaurant als gisteren. Ik heb ook weer hetzelfde genomen als gisteren. Ik had gewoon geen zin in iets anders uitproberen. Dus dat eigenlijk. We gaan het meemaken. Maar ik heb trouwens omgekleed. Ik laat het oudje zo wel zien. Van de zaar. Zo, kraam. Jongens, ik heb het niet op kunnen krijgen. Ik vind hem vandaag echt veel minder lekker dan gisteren of zo. Geen idee waarom. Ik ga nu even een. Hoe heet het? Misschien wil ik dadelijk weer al het darmen aan het garweg. Hassan, had je bijna mijn hand. Jongens, als je een lekker ijsje wil eten, of een hele lekkere cheesecake en gewoon naar Europese standaard, dan is dit winkeltje top. Hij zit niet alleen super vol. Ja, dus ik ga even daar chillen. Maar dit is ook dus een plekje waar je heel lekker ijs kan eten. Alleen voor mij nu persoonlijk te vol. Jongens, dit is dus een soort van het restaurantgedeelte van Nador. Deze zaak. Ja, dan heb je hier Darlijke Bira. Dat is eigenlijk voor mij persoonlijk de beste. Heb je daarnaast Marchica Bella. Daarnaast heb je dan weer L'Artiste en Tableador. En daarnaast nog Sushi Box. Fishbox ga je vergeten. Venetia ijs is ook niet zo heel lekker. Dus zou ik eerder naar Smuil gaan. Marchica Bella. Ik geef ze allemaal een 6 en deze geef ik een 7. Dadelijke Bira. Dus, nou ja, goed. Het is oké. Het is niet geweldig. Het is oké. Het leuke aan... Zo, wat is het voor belichting? Het leuke aan dit soort restaurants is dit uitzicht. Het is de hele cornish van Nador. Zie je zo. Heel schattig. Zo, ik kan eigenlijk. Laat ik ze gaan. Ze maken het goed in je probleem. Ik heb hier een cappuccino met hazelnoot. Een lava cake met vanille-ijs. Kijk hoe leuk, heel schattig. Ik ben even een vlogje aan het kijken van Monica. Maar ik heb het bad een beetje vol laten lopen en toen weer leeg. En nu draai ik hem weer dicht. Nee, het water is gewoon geel, kijk. Zie je wat ik bedoel met het water is gewoon geel? Ik ga dus nu even lekker het bad vol laten lopen. Dit is mijn favoriete gel, dus als ik op vakantie ben. Dit is de Ritual of Samurai. En als je het goed kan zien. Het is een ice shower gel. Oftewel, het geeft je zo een beetje tintelende feeling. Dus vooral als je de hele dag hebt lopen zonnen. En dan deze douche gel. Super verkoelend. Heel lekker. In gooien. Zodat ik wat lekkere bubbles krijg. Dus ja, ik ga even lekker in een bad. En dan ga ik gewoon lekker mijn bed in. Dus deze sluit ik dus de vlog af. En dan zie ik jullie morgen. Slaap lekker liefies. Een hele goede morgen. Missie jongens. Oh, mijn laatste dag. Wat ik eens wil zeggen is dat ik wel opgestaan met super leuk nieuws. Want het persbericht is eruit. Marokkaanse jongeren op zoek naar hun roots in Poldermokroos. And that's me in the blue gelaba. Super tof. Heel blij mee. Dus ik ga zo meteen even een TikTok posten. En het announcen op mijn socials. Op mijn eigen socials dan in ieder geval. Dus dat eigenlijk. Ik moet dus vanavond om 2 uur ga ik weer terug naar Nederland. Of tenminste vannacht, morgennacht.
Dus ja, ik ga nu even misschien een plannetje verzinnen, want dit ligt nog zeg maar open. Dus ik ga eerst even alles inpakken. Nou, die kan ik gewoon lekker rustig ontbijten. Of zal ik? Nee, ik denk dat ik, ja. Ik ga even alles sorteren, dan ga ik even ontbijten en dan kom ik terug en dan kan ik alles even, weet je wel, een plekje geven. Moest ik zelf mezelf nemen zonnebril mee. Niet heel, heel slim. Maar voor vandaag op het menu staat, ik heb een croissantje, een omeletje met wat worstjes en een wafeltje. En dit is eigenlijk het. Ik ben net terug van het ontbijt. Ik dacht, ja, moet ik dit delen? Moet ik delen? Ja, ga ik ook gewoon delen. Dus een tip van mij naar jou. Als je op vakantie gaat, stel een budget in. En hou je daaraan. En hou het bij. Want, ja, het is niet dat ik 3 dagen wegging of zo. Ik was 2 weken weg. En dan sarrat. Dus zeg maar, trouwens, kijk hoe mooi deze armband is. Nou, ook gekocht. Dat verklaart. Nee, echt, het is echt heel dom. Ik ben een beetje boos op mezelf. Kijk, ik heb het superleuk gehad. Ik ben nog maar 1 keer, weet je wel, dat hele gebeuren ben ik helemaal mee eens. Maar ik ben heel dom met mijn geld opgegaan. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Dat is niet slim. Oké, anyway, schatjes. Ik ga me nu lekker omkleden. Ik ga lekker bij het zwembad liggen, chillen. Dan rond 1 uurtje of 5 ga ik richting de markt. En dan zoek ik dat weer verder uit. Ik ga alles even hier opruimen in de hotelkamer. En dan zie ik jullie later. Ik ga even deze batterij laten opladen. Doei! Ik heb de kamer opgeruimd. En ik ben nu heerlijk naar het zwembad aan het lopen. Ik vind het zo. Dit blijft echt een van mijn favoriete plekken. Ook dat mooie. Zeg je dat? Architectuur weet ik veel. Anyway, heerlijk. Ik ga nu lekker bij het zwembad liggen. Even zonnen. UV-index is ook 7. Gaan we nog even tennen voor de laatste keer. Heerlijk. Dus anyway, schatjes. Ik ga lekker liggen. En genieten. Ik heb zojuist op mijn Insta bericht gedeeld van Poldermoekroos. Ik heb even een Caesar salad besteld en een heerlijke virgin cocktail. Nog even genieten van de laatste uurtjes. Ja, en ik moet nu doei zeggen tegen dit. Sad. Maar het is tijd om te gaan. Want ik wil nog barbecue eten voor de laatste keer. Mijn camera is weer eens vol. Oh, zo irritant. Oh, ik ben even helemaal overprikkeld. De man waarover, de juwelier, die is random een uur dicht gegaan. En ik ben nu hier. Hij zei, ik ga pas over een uur weer open. Oh, Marokkanen, oh my god. Dus ik heb nu een uur niks te doen. Of, ja, ik weet even niet hoor. Oh, ik moest ook even snel dinges halen. Beltegoed halen, want ik had geen beltegoed. Ik moest die man bellen. Zo'n vrouw die bleef maar achter me aangaan. Uchima, uchima, uchima. Volgens mij is dat zuster, zuster, zuster. Ja, luister. Ga weg. Oh, ik ben even helemaal geïrriteerd. Oké, dat betekent twee dingen. Of ik moet eten of ik ben gestrest. Ik ben het allebei. Dus ik ga even eten. En nu twijfel ik heel erg tussen een Mackey of barbecue. Voor de mensen uit Naldo. Kijk, hij is bijna af. Dus het brandt gewoon uit. Heel benieuwd hoe ze hem van binnen gaan inrichten en zo. Maar ik ga langs de Mac en ik blijf gewoon hier even wachten. Dat is denk ik het beste. Hier zit mijn favoriete barbecue spot, jongens. Het zit naast een of andere kliniek. Anyway, dit is de beste barbecue die je kan eten in Naldo. En daar heb je die groene tankstation. Ik kan er helaas nog niet eten, want ja, helaas, ik ben gewoon te druk. Maar dit is dus de plek voor de beste barbecue. Even bij te praten. Ik zit nu in een taxi richting het huis van mijn tante. Ik heb de ketting opgehaald, zoals je ziet. Ja,
de auto heb ik taxichauffeur in de garage laten rijden. Want we hebben normaal zeg maar van die stenen. Maar die stenen zijn allemaal afgebrokkeld. Dus ik zou echt mijn vaders auto helemaal van kant hebben gemaakt. Dus ja, toen heb ik de auto gereden, heb ik weer zeg maar dat dingetje van de accu gehaald. De garage deur op slot gedaan. En dan gaan we weer naar Gauzel. Ja, ga ik nu even mijn koffers inpakken en dan... tot 2 uur chillen en dan is het terug in vliegtuig. Spreek je nu? Hola, ik ben net wakker. Ik ga nu richting het vliegveld. Dus heb ik in de middag gekocht. Dat ik nu even aangetrokken, want ik het echt oprecht heel warm had. Dus ik ga me nu even omkleden en de taxi komt over 10 minuten. En dan gaan we direct naar Hollanda. We gaan instel richting het, kijk hoe oud instel naar het vliegveld. Ik heb gewoon voor 3 kilo extra 40 euro moeten betalen. Ja, echt het grootste oprichtplezier ever. Maar goed, veel te veel aan één kant. Okay. Ja, ik ben echt dead man. Mooi. Ik vind het zo. Ik ben geland, oh my god. En ik heb net de restaurant even wat gegeten gehaald. Op mijn licht, die moet nog komen. Ik hou echt de hand van de Starbucks. Ik moet echt oplichterij eigenlijk. Maar goed, ik ga even hier lekker zitten, even lekker eten. Totdat mijn licht komt. Heerlijk. Nou jongens, gewoon weer een tijd niet zo moe geweest. Ik zit in het ziekenhuis aan het wachten op bepaalde papieren. We hebben gelijk doorgegaan, eigenlijk bezig. Ik heb geslapen, daarna ben ik gelijk doorgegaan. Er is vandaag een vrachtwagen met 24 ziekenhuisbedden en medische apparatuur zou naar Marokko gaan. Lang vooral kort, dat medische apparatuur konden we nergens kwijt. En als we het ergens random zouden zetten, dan zou het gewoon omvallen. Ja, we hadden andere verwachtingen bij het transportbedrijf. Maar goed, kulshit alam, alles is een les. Dus dan heb je transport en vrachtwagen betaald en dan gaat hij ook nog niet eens helemaal vol die kant op. Dus dat is... Papieren liggen daar, ik ga nu richting mijn vader. Die gaat het brengen naar de vrachtwagenchauffeurs. En dan kunnen ze inshallah bij naar Marokko gaan en hopelijk komt het allemaal goed. Hola, ik zit nu op bed. Pff, wat een dag. Ik heb echt de middag gehad met transport gebeuren. Eindstand was ik weer thuis. Dus ik stop op de supermarkt gegaan. Ik heb een burrata salade gemaakt. Wordt hier gebeld? Ja, we hebben geen formulier. Toen ik zat gebeld, hebben jullie het formulier? Ja, die hebben we. Oh ja, nu hebben we die toch niet. Het is gewoon een andere. Maar goed, gelukkig zijn zij nu vertrokken. Dus dat is top. Inshallah, dat ik zie verloopt goed. En echt weer op begin. Goede nachtrust, dat heb ik echt even nodig. Morgen ga ik wasjes draaien. Beetje alles sorteren. Mijn make-up opnieuw sorteren. Kwasten wassen. Gewoon even een reset indrukken. Ik denk dat dit de laatste vlog is voor een tijdje. Misschien als ik... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het wil aanpakken. Misschien is het de laatste vlog. Misschien komt die eens online. Ik weet het allemaal niet, jongens. Ik weet niet welke kant ik op wil gaan met het hele gebeuren. We gaan het in ieder geval allemaal meemaken. Ik zou zeggen, ik zie jullie snel of niet. Ik weet het niet. Slaap lekker, liefjes. Tot. Ik een telefonische meeting had. Die is uitgelopen, zoals altijd. Waardoor ik... Oh, deze bril. Waardoor ik nu ook uitloop. Oh, ik had hier brildoekjes, toch? Ik haat het als ik mijn auto uitleen. Like, waarom neem je een brildoekje mee? Ik snap dat echt niet. Like, wat mis je in je leven om een brildoekje te pakken van iemand? Tering. Oké, anyway. Ik moet dus nu echt snel gassen richting Den Haag. Voor die fitting. En dan ga ik nu een zonnebril schoonmaken. Ja, ook geen priority straight. Maar het maakt niet uit, Jasmin. We gaan het gewoon goed doen, Zen. Bismillah, ala barakatillah. Tussen en al khair. Inshallah.
Oké, ik ga nu rijden naar Den Haag. Ik zie jullie zo. En mooi, we gaan naar Den Haag. Ja. Wat je nu nou, ik ben heel blij. Dus nu wacht ik voor kar. Wat voor sieraden ga ik doen? Wat ga ik doen? Ja, wat ja. هذه اللي عجبتني كانت واصلا عادي شافها قال لي ياسمين ما تزيد قلبي هي هذيك صافي كلار اوكي نعم اي دغ ممكن رود ليبستيف ما ممكن تفيو ها خون ناتورال هاو خليك تسمي ياسمين اخي ولا ياسمين ياسمين يا اكس ما تشوف صافي صافي كمر اون يس يو Nee, zo'n moeder haat rood lipstift. Maar oh my god, ik ben geslaagd bij 3CA is dit. Al zij hun service tot aan het afspraken, ze zijn het dubbel en dwars waard. Als jij houdt van ik wil niet erbij lopen zoals de rest, dan is CM en 3CA. Ik volg op Instagram jongens, CM en 3CA is oprecht the place to be. Ze gaan binnenkort ook een vestiging openen hier in Pijnakker. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Volg ze op Instagram, want echt oprecht, het zijn echt schatten. Oké, ik ga nu richting Utrecht. Ik ga even een vriendinnetje bellen. En samen kijken wat voor accessoires we hierbij moeten aantrekken. Ik ben aan het denken. Ik heb natuurlijk zelf een hele, hele mooie Cartier necklace. Maar dat is wel classy. En ik heb ook de armband. Alleen ik heb toen destijds de oorbellen niet genomen. Omdat ik het anders too much vind. Dus ik denk dat ik voor haren los dikke necklace ga. Of ik doe hele mooie oorbellen en haren vast. Mooi. Anyway, ik ga even een vriendinnetje bellen. Even daarover ratelen. En ik rij nu terug naar Utrecht. Mijn favoriete liedje momenteel. Wat ik dus wou zeggen is, ik zit nu, zoals je ziet, in de car wash. Met mijn auto helemaal van binnen schoongemaakt en helemaal netjes. Afgestopt en alles. Ik vind het echt leuk om te doen. Ik wil jullie even laten zien wat ik gebruik. Ik gebruik zo'n borstel. Dan deze suède borstel. Een simpele microvezeldoek. En ik gebruik drievoudige werking. Vlekkenoplosser. Van dit shout. Vanavond heb ik dus een psycholoog, een afspraak met een psycholoog. Het wordt een soort van een group therapy session met alle mensen van Poldermokroos. Want ja, het is wel altijd even handig om na te gaan en te weten van oké, dit kan gebeuren. Hoe reageer je erop en dat soort dingen. Zodat we vanavond, dus we zien elkaar weer vanavond, we hebben elkaar heel lang niet gezien. Dus dat wordt gezellig. En ja, dus ik ga even naar huis, ik ga even douchen, ik ga mijn haren feunen, ik ga mezelf opmaken en dan ga ik daar de kant op. Ik ga ook even lunchen, want ik heb echt trek. Echt oprecht, als mijn kamer vies is en mijn auto vies, dan ben ik gewoon niet mezelf. Zo lekker. Love it. Oké, ik trek me zo. Ik dan toch echt in mijn eigen stad gewoon vloggen? Ja, ik ga het gewoon doen, gewoon scheid hebben. Nou jongens, ik ga nu even lekker lunchen. Ik ga ook even op zoek naar die oorbelletjes, de juiste oorbellen voor de jurk. Dus ja. Ja. Zoals je ziet, heb ik mezelf klaargemaakt. Ik heb mijn haren gefeund. En nu ga ik mezelf omkleden en dan ga ik richting Amsterdam. Hola! Ik ben net klaar met de groepstherapie sessie-achtig iets. Het was heel leerzaam. Dankjewel Erik. En ik heb heel leuk. Oh my god. Ik heb het eindelijk meegekregen. Oké, je ziet helemaal niks. Focus even op mij. That's me. Heel leuk. Ik heb ze meegekregen. Ja, ik ga dus even nu naar huis rijden. Ik moet even geld pinnen. Of ik moet nog iemand betalen. Die wil cash. En dan is dat mijn dag eigenlijk. Ja, ik heb even kort gedaan met mijn ogen, jongens. En I really like it. Het is wel een beetje te veel, vind ik. Maar het is oké. Ja. Oké, leuk en aardig. Ik ga lekker naar Utrecht. Ik moet zo lang plassen. Ik moet eigenlijk vinden waar ik hier kan plassen. Maar ik zie net dat er eigenlijk helemaal geen... Zal ik het ophouden, denk je? Plassen. Ja, ik heb een keer gehad, jongens. Ik moet zo nog plassen. Of tenminste... Ja, laten we zeggen, het is niet goed. Oké, anyway. Ja, ik ga nu lekker naar Utrecht. Ik ben weer terug, ik ben weer thuis. Ik had een parfum gekocht en ik moest nog iemand betalen daarvoor. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik in de tussentijd
heb ik heel snel een TikTok in elkaar geflanst. En deze TikTok duurde, om precies te zijn, 30 seconden om op te nemen. 10 seconden om te editen. En hij heeft binnen een uur al meer views dan een video die een halve dag al erop staat. Waar ik echt heel veel moeite in heb gestopt. It is what it is. Dat is het ding van TikTok. Sommige dingen blowen op terwijl je denkt, oké, ik heb er niet zoveel moeite in gestopt. En andere video's waar je een dagdeel voor uittrekt, die worden dan wat minder bekeken. Maar goed, dat is gewoon TikTok. It is what it is. Want ik moet om 9 uur in Amstelveen zijn voor een interview met de Telegraaf. Oké. Vervolgens ga ik terug naar Utrecht. Heb ik een kappersafspraak. Moet ik mezelf opmaken en mijn styling doen voor de première van Boulder Ballcrafts. I am so excited, you guys. So excited. Ja, het is allemaal heel spannend en heel exciting. En ja, dat. Ik heb me vergeten te zeggen, maar jullie weten wat ik zeg. Slaap lekker, liefies. Maar, goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. Ik met mijn lens ingedaan. Ik weet niet of ik ooit verteld heb, maar ik heb dus echt... Oh, nee, er is nog wat erin. Ik heb dus echt mijn 7,5. Oh my god, ik ben zo excited. Vandaag is gewoon the big day. En ik ben zo excited. Dus ik ga eerst even interview doen, afleggen met Hazis voor de Telegraaf. En dan in de avond heb ik mijn première. Ik ga ook langs de kapper, dus ik moet ook even kijken wat voor kapsel ik wil gaan doen. So excited! Wat een gezeik, had ik echt veel eerder over na moeten denken. Ik heb voor mezelf nu even een koffietje gehaald. Dit is mijn favoriet trouwens van de Douwe Egbert. Die van Starbucks vind ik het niet waard. Dus, ook even met jullie delen. Altijd als ik iets ga doen wat ik spannend vind. Waarom heb ik mijn ruimte aan staan? Altijd als ik ga doen wat ik spannend vind. Of nou, tenminste iets van een presentatie geven. Of ik moet een toets maken of zo. Dan heb ik één doel die ik altijd zeg. Dat is. Ja, Rabbi shrahli sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. En dat zeg ik dan gewoon een x aantal keer. Het liefst 33. En kijk, ik kan spreken. Mensen zeggen, waarom spreek jij voor Marokkanen? Daar word ik oprecht heel boos van. Ik ben Marokkaans, ik mag spreken voor Marokkanen. Wie moet anders spreken voor Marokkanen? Een Nederlander? Nee. Nou jongens, jullie moeten beseffen hoe vaak ik die comment heb gehad. Dit woog. Nee, snap je? Dus dan denk ik ook zo van, ja, ik kan spreken over de Marokkaanse cultuur. Ik ben er part of. Ik snap het. Prima. En ik kan praten zowel over de Berbers als Arabisch, want ik ben ze allebei. Dus het is heel eng om... voor mezelf dan, om na te gaan van, hey Jasmin, wat jij nu zegt, dat is een verantwoordelijkheid die jij hebt tegenover de maatschappij, maar ook ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is echt dat ik denk bij mezelf, oh my god, wat doe ik mezelf aan? Eigenlijk. Maar, lahoma, ik doe het, en dan dat iemand anders het doet. Ik heb natuurlijk, voordat ik hier naartoe, voordat ik überhaupt ja, hieraan begon, heb ik natuurlijk islamitische kennis ingewonnen bij verschillende partijen. Mensen die ik persoonlijk al een tijdje volg en waar ik altijd naar de podcast luister of naar hun video's of in ieder geval weet van hun, dit zijn mensen goed nagetrokken naar hun achtergrond. Wat ze zeggen klopt ook. En ik voor mij is het gewoon belangrijk dat wat ik zeg in één lijn staat met de islam. Snap je? Het is niet Jasmin is de moderne moslim, de feministische moslim. Jasmin is de moslim en daarmee klaar. Dus het is gewoon heel eng en eigenlijk wil ik bijna janken gewoon, want het is super eng. Want waarom? Stel je voor dat je iets verkeerd zegt of mijn niya is zuiver en dat weet ik en dat vind ik het mooie aan de islam. Je niya is zuiver en Rabbi weet wat jouw niya is, dus dat scheelt weer. Maar je moet niet dom gaan doen en rare dingen gaan zeggen, Jasmin. En ik wil ook niet in die set hebben gegooid worden van 1 tegen 1, snap je? Van jij bent dit en dus weet je, ze kunnen je corneren, ze kunnen je hoeken, want deze mensen... zijn, ja, ik zie het gewoon echt uit als sensatiehonden. En dan denk je mezelf, Jasmin, waarom doe je dit? Omdat ik zie er een groter goed in. Als iemand weet hoe hij moet praten, dan, en het weet hoe het moet komen. Misschien moet ik hier eraf trouwens. Liefjes, ik ga even stoppen met dit. Ik ga er gewoon nu naartoe. Hopelijk spreken jullie mij zo en ik hoop dat ik heel tevreden ben over het interview. Inshallah, weet je het. Het is nog één keer. Ja, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hallo allemaal. Ik ben net terug. Interview was echt heel erg te doen.
hele leuke vragen. Niks geks. Ik heb het gewoon veel groter gemaakt in mijn hoofd dan dat het daadwerkelijk is. En nu ben ik weer thuis. Ik ga nu even bijslapen, want ik ben zo moe geworden. Mijn ogen vielen gewoon dicht, terwijl ik... terwijl ik echt aan het rijden was. Dus dat was echt een dingetje. Ik ging daarna nog even lunchen, brunchen met de Aziz op het Gelderlandplein. Eerste keer dat ik überhaupt op het Gelderlandplein was. Ik hoorde natuurlijk altijd wel wat over. Dus ik ga nu lekker naar de kapper. Ik ga zien wat ik wil doen met mijn haar. Ik ga het even afstellen met de kapster. En ja, dat ga ik doen. Dus dan zien jullie me zo. Ik laat mijn vlogcamera wel gewoon thuis. Ik heb echt geen zin om dat ding mee te nemen. Dus tot zo. Hola! Ik kijk natuurlijk weer mijn favoriete podcast. Ik kom steeds van de kapper. Ik heb mijn haren weer opgepint, omdat het natuurlijk een tijdje terug is. Ik ga nu even mijn make-up doen. Heel traan met mijn make-up gebeuren. Anyway, ik doe het nu uiteindelijk zelf. Prima. Ik heb mijn haar nagels gelakt. Ik heb mezelf veertig ready gemaakt. Ik heb mezelf getaand. Althans wel alleen in, onder mijn knieën, want dat is het enige wat je ziet. En nu ga ik mezelf klaar maken. Wordt een beetje een natuurlijke smoky effect. Maar wel lekker bronzy. En dat is het. En ik heb om precies te zijn om en nabij een half uurtje zoiets. Nu precies 5:30. Om 6:00 wil ik gaan. Dus I'm very excited. Mijn haar is trouwens een beetje soft waves. Soft Hollywood waves. Ik wou niet echt een trappetje. Ik wou niet dat het te strak is. Ik wil niet dat het er krokant uitziet. Ik wil dat het gewoon... ja, cutesy uitziet. Ja, en ik heb al een outfit uitgezocht voor mijn moeder. En Voilà! Ik heb mezelf klaargemaakt zoals je ziet. Dit zijn de Hollywood waves. Dit is de jurk. Ik laat hem natuurlijk zo meteen veel beter zien. Ik heb hier een horloge om. Deze ring. Dan deze twee ringen. Deze armband. En... ik weet niet wat je bedoelt met deze armband. En deze ketting, deze oorbellen. Maar zo, dus zit in! Oké, ik ben mezelf binnengelopen en ik ben nu erg aan de stiekem, want it's too much. Persoonlijk. Allah a'lam, ik weet het echt niet. Maar ik denk het wel, niks anders. Ja. 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 Oh, je bent boven. En ik zit hier. Oké, never mind. Doei. Goedemiddag, ik ben thuis. Ik heb mijn pyjama al aangetrokken. Ik ga zo even dit gezicht wassen. Ik heb mijn wimpers al gelijk ervan afgetrokken. Het is allemaal geweest. Ik heb er zo lang naar uitgekeken en nu is het al gewoon geweest. Which is weird, maar wel heel leuk. Ja, kijk, ik blijf het gewoon zeggen. Ik was gewoon Jasmin. Niemand kende mij. Ik kende niemand. Ik hield me letterlijk bezig met mezelf. En in zo'n zaal zit je dan met iedereen die wel wat vindt van zichzelf. En iedereen die... laat ik het zo zeggen. Ik keek naar de zaal en ik dacht bij mezelf, is dit wel mijn plek? Dus ja, als ik dan zo in zo'n zaal zit, dan denk ik echt, ja, is dit wel mijn plek? Is dit wel... Wil ik hier zijn? En dat zijn toch wel vragen die dan door je hoofd heen spoken. Ik maak wel indruk op mensen. En dat is iets moois. En dat is iets moois. En daar moet ik aan vasthouden. Daar moet ik me niet voor schamen. Zo ben ik gewoon. En you either love it or you hate it. And it is what it is. En ik ben super blij mee. Ik heb leuke mensen ontmoet. And let's leave it on that positive note. Ik ga dit gezicht wassen. Dus ja. Nee, schatjes. Jullie weten wat ik zeg. Slaap lekker liefjes.